Deze twee bovenste raampjes van het huis hebben we opgeknapt. Ze zagen er zo uit en dit hebben we ervan gemaakt. We laten zien hoe we dat gedaan hebben. De meeste stopverf liet al los, maar op de plekken waar het nog zat hebben we het eraf gekrapt. Daarna hebben we het hele kozijn geschuurd. En op de plekken waar wat houtrot zit hebben we het gerepareerd. Nadat alle stopverf heeft verwijderd, heb ik monustop gekocht. Dat is een soort vloeibare kitvorm van stopverf. Dus dit kan je met de kitspuit aanbrengen. Als je dit goed hebt aangebracht op alle randen, dan kan je het daarna met een plamuurmes of een ander soort afsteekmes glad afsteken, waardoor je het effect van het oude stopverf krijgt. Nadat het 2 dagen heeft liggen drogen, heeft de Milla het raam afgeplakt en heeft ze het een grondlaag gegeven. Hierna heeft ze het nog een grondlaag gegeven en daarna is het afgelakt in dezelfde kleur die de grondlaag ook al had. En dit is het resultaat. Eigenlijk zijn we er super tevreden mee. Nadat het een weekend heeft liggen drogen, hebben we de raampjes op kunnen hangen aan de nieuwe RVS scharnieren. En dit is het eindresultaat. Dat was hem weer, tot de volgende!